Ivy wil de zak niet loslaten, kijk. Goedemorgen, vandaag zijn we woensdag. Vandaag mag ik mijn katje gaan ophalen in het asiel. Yay! Ik heb al een naam, maar ik ga nog even wachten voor de reveal. Tot later in deze vlog. Vanmorgen ga ik gaan zwemmen. Het zwemmen gaat open om 8 uur. Het is nu ongeveer 8 uur. Het zwemmen gaat open om 8 uur 30. Het is nu ongeveer 8 uur. Maar dat ik met de fiets ga, zou ik nu eigenlijk ongeveer moeten vertrekken. Maar het regent en ik heb echt geen zin om door de regen te fietsen. Maar we zullen er door moeten. Fobie, ja, daarvan niet tot zijn mijn moeder altijd. Dus daar is mijn uitzicht vanuit mijn raampje. Het ziet er niet echt uit dat het direct gaat stoppen met regenen. Dus ik ga er door moeten. Het is 7:45 en ik ben hier geraakt aan het zwembad. Wel met een beetje regen, het is gelukt. Het fietsen ging al een stuk beter dan de vorige keer, maar ik ben nog altijd zeer hard uit conditie. 20:10, ik heb net energie opgedaan met het zwemmen en nu ga lekker bij. Hallo, het is nu 11:30, ik ben terug thuis. Ik ga nu iets drinken, mijn tweede rijsttafel opeten en ondertussen mijn post bekijken. Ik vind dat zo leuk om die advertentie te bekijken, zo de boekjes. Om te kijken wat dat er waar reclame is en zo. Ik ga nooit naar de lijst, maar ik ga toch even kijken naar het boekje. En gisteren heb ik heel wat deze stiftjes besteld. Allee, eergisteren heb ik ze besteld, gisteren zijn ze toegekomen. Dat zijn Ecoline stiftjes, brush pens eigenlijk. En daarmee heb ik al heel wat geëxperimenteerd. Dat was het leukste die ik gedaan heb, als je deze S niet meetelt. Shine like the stars. Ik heb ook kits gedaan. Mijn naam en dan smile. Ik ben er straks eens naar het zat geweest, onder andere naar boekenvoordeel, naar het kruidvat, naar de bibliotheek. En ik wist dat ik dit moest meedoen. Deze 100% terugbetaalde houten tandenborstel, maar ik ben het vergeten. Ik heb geen zin meer om terug te halen. Ivy, hallo, dag Ivy. Als Ivy aan het spelen is, ben ik eten aan het maken. Ik ben mijn groentjes aan het koken. En een tip voor kittens, als je een stuk plastic op de grond hebt liggen, laat hem liggen. Ivy is echt al heel de tijd op aan het spelen. Ik weet niet waarom ze dat zo tof vindt. Hey, bijt mijn papierdoos niet. Ik heb wel gelezen op het internet dat je ze moet optellen om in de kattenbak te zetten, maar het heeft nog redelijk veel pijn van de sterilisatie. Dus ik weet niet hoe ik ze moet optellen zonder eigenlijk al te veel pijn te doen. En ze heeft een doos onder de zetel gevonden. Ivy wil de zak niet loslaten, kijk. Ik geef
vanavond aan een nieuw speeltje introduceren. Het is een meisje met een melletje. Daar is waar dat hij gesteriliseerd is, op het plekje op zijn buik. Niet op haar buik, want het is een meisje. Dus ik had haar gast aan het eten. Slaap wel, Evie. Hopelijk heb je een fijn nachtje hier.